persoonlijk antwoord te geven op alle vragen die er binnen gekomen. Want we hebben ontiegelijk veel vragen gekregen. Die zitten allemaal in deze envelop. Ja. En vraag 1, waar zijn we? We zijn op Gili Air. Ja, op het strand. Ja, dat had je vast wel gezien. Echt waar? En vraag 1. Mooiste water waar we een duik in genomen hebben? Waar we letterlijk gedoken hebben, dat was hier, op Gili Air. Dat was de allereerste keer. Maar het mooiste strand vond ik tot nu toe in Dawai in Myanmar. Ja? Weet voor mij de lekkerste duik was op Kota Kiev in Cambodja. Klein eilandje, super lekker water. Wat is de goedkoopste maaltijd wat je ooit gehad hebt en waar was het? Volgens mij is het goedkoopste dat we gehad hebben in Gilin. Ik heb noedelsoep gehad voor 1 yuan. Ja, 10 cent. En het goedkoopste uitje. Het goedkoopste uitje is de benenwagen. Helemaal gratis. Veel goedkoper kan je niet maken. En de goedkoopste overnachting? We hebben eentje heel goedkoop gehad. Dat was op Katwa. Ik moest een fiets uit water. Een water, ja. 5 euro voor een overnachting. Dat is nu het goedkoopste. Met z'n tweeën, een privékamer. Ja, ja, dat wel. Zijn alle kledingstukken goed te wassen? Ja. Misschien de trekkingsbroeken na, maar alles is prima te wassen. Ja, meestal laten we het gewoon wassen. En de trekkingsbroeken inderdaad, die wassen we zelf met de hand. Wat is het grappigste wat jullie tot nu toe hebben meegemaakt? Het grappigste? Ik vond het meest grappigste Thomas op een paard te zien rijden in Mongolië. Het paard was namelijk bijna net zo groot als hemzelf, dus hij raakte met beentjes bijna op de grond aan. En ja, ja, dat was tot nu toe wel echt het grappigste. Zo grappig om Nederlands te praten tegen Chinezen die denken dat jij Chinees spreekt. Dat was best wel grappig. Ja. Wat is je favoriete grote stad? Singapore. Ja, Singapore. Singapore. Singapore was zo schoon, netjes, geordend, relaxed. Alsof je gewoon een strandvakantie had, maar dan in de grote stad. Ja. Echt lekker. Ja, dus als je een grote stad wil, gaan naar Singapore. Zeker weten. Wat is de must-have app tijdens het backpacken? Must-have app? Ik denk Maps.me. Definitely Maps.me. Dat is dus een offline Google Maps. En daar staan dan voor elke eilanden op waar de pinautomaten zijn, tankstations, hotels, restaurants. Ja. Allemaal informatie. Leukste conversatie met de thuisfront? Die houden we voor onszelf. Nee, geheim. Missen jullie kleding? Nou ja, ik heb wat onderbroeken van Thomas laten liggen in China, dus die heb ik gemist. Wat is de meest engste, beangstigende ervaring tot nu toe? Ik vond de boot van Komodo terug naar het vasteland wel beangstigend. Toen we midden in een storm zaten en ja, dat, zo, ja dat was wel een beetje spannend. Dat heb ik daar wel behouden. Wat is het mooiste wat jullie tot nu toe meegemaakt hebben? Het mooiste dat we meegemaakt hebben? Ik heb er veel dubbel opgevallen. Ja, er waren veel mooie dingen. Iedere plaats had zo wel zijn eigen dingetje wat gewoon heel mooi was. En uniek ook in zijn eigen manier. Dus ik vind het moeilijk om echt een keuze te maken. Waar zou je graag nog eens naar teruggaan? Myanmar. Duidelijk Myanmar. Alles aan Myanmar. Ah, ik denk eerder naar Mongolië, omdat Mongolië gewoon veel te kort geweest zijn. Dat ook. Dat zo mooi is en zeker in het voorjaar waarschijnlijk heel mooi is. Ik denk daar het liefste naar terug willen. Is er een land wat je is tegengevallen? Hongkong, als je dat als een land zou noemen. Ik zie het als een land. Ja. Nee, dan is Hongkong. Dan is Hongkong tegengevallen, ja. 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 Ik had er heel veel bij voorgesteld, Hongkong. Maar dat
was vrij weinig. Ja. Wat is de must-have uit jullie bagage? Ik denk dat je pas door hebt wat de must-have is als je het niet in je tas hebt, want dan mis je het. Ik denk dat je de extra lange USB-kabel heel erg gaat missen. Of het verlengsnoer. Er zijn er veel hostels waar je gewoon je stekker gewoon naast je bed hebt zitten. Maar ook genoeg waar dat niet zo is. En dan wil je toch je telefoon naast je hebben met een wekker en niet aan de andere kant van de kamer. Nou, op een wereldstekker. Daar kan je soms ook echt niet zonder. Ja, dat, ik van ja inderdaad. In dat opzicht zal een wereldstekker. Als we een wereldstekker nodig hebben, dan stoppen we altijd in een tas met een slot. Zodat we zeker weten dat niemand hem, als we niet in de kamer zijn, mee kan nemen. Wat was de grappigste persoon die jullie ontmoet hebben? Nou, dat grappigste conversatie die we ooit gehad hebben. Ja, dat is een grappige conversatie met een persoon en dat was in Ipo. Duidelijk een Ipo. Een oud mannetje, geen vrouw meer, kinderen die waren ergens anders aan het werk. Maar die had de grootste praatjes en de grootste lol. En het leven was geen lol zonder grap. En je moest een leven met vrouw hebben, want zonder een vrouw dan was had je ook dus geen. Dus ik was helemaal goed, ik had een vrouw en ik maak alleen maar grapjes met haar. Wat is het lekkerste drankje tot nu toe? Ik heb ergens wel een goede mojito gedronken, maar ik weet niet meer waar dat was. Sowieso heel veel fruitshakes, die zijn echt lekker. Echt lekker vers. Oh nee, dan weet ik het wel. Welke dan? Fruitshakes van Loet. In Tondet. Ja, Tondet en Laos. En we hebben daar best wel veel Oreo shakes gehad. Ja, vooral de Oreo shakes. Ja, of de cookie shake. Nee, de cookie shake. Hij noemde het de cookie shake. Ja, dat was gewoon Oreo. Wordt de kleding snel oud? Bij mij valt dat nog wel mee, denk ik. Ja, mijn ondergoed begint nog wel uitgerekt te worden. Ja, zijn hemdjes zijn bijna jurken. En ik heb tot nu toe pas één kleur niet hoeven weg te gooien naar onze legging. En, oh ja, en een harenbroek. Die heeft ook niet lang overleefd. Ja, en je schoenen zijn kapot. Ja, mijn schoenen zijn ook kapot. En je broek begint te rafelen. Ja. Ja, dus ik ben degene die hier... Slijt hier alles? Ja, ik verslijt de dingen hier. Hoe is de relatie veranderd? Is die veranderd? Ja, dat vraag mij ook af. Niet. Hij is niet veranderd. We zijn dan net zo gelukkig. Ja. Misschien wel dat we elkaar wat beter begrijpen. Dat we met weinige woorden nu nog wat hoeven uit te leggen. Dat we in een bepaalde situatie tevoren onderhandelen of zo. Ja, precies. Maar we zitten gewoon vaak gewoon snel op dezelfde lijn. Ja. Misschien sneller dan voorheen. Ja. En dan ga je gewoon soepeltjes samen één kant op. We zitten niet op één lijn als één van ons honger heeft. Nee. Dat is het moment dat irritaties een beetje opkomen spelen. Van één kant, ja. Meest gevaarlijkste situatie tot nu toe? Gevaarlijkste situatie? Oversteken in Mongolië? Ja. Gewoon dus... lopend, dat is levensgevaarlijk. Ja, de mensen kunnen daar niet rijden. Wat is het smerigste land tot nu toe? China? Ja, daar zijn de mensen smerig en de trein enorm smerig. Maar in Cambodja aardig in de buurt komt hoor. Ja, Cambodja was niet heel schoon. Cambodja heb je zoveel plekken waar gewoon zoveel troep ligt. Het is gewoon een eiland in Cambodja waar je dus niet heen moet gaan omdat het riool dus uitkomt in het water, in de zeewater. En zodra je in de zee zwemt dan word je gewoon ziek vanwege het water wat vervuild is door de riolering. Het schattigste moment waar de tranen van in de ogen sprongen. Schattigste moment. Oh ja, ik weet er al eentje. Dat was in Hanoi, toen waren we in een tempel van Confucius. En we zaten daar op een bankje te eten. En op een gegeven moment komt er een moeder aan met een klein kindje. Ik ben een babytje van een jaar. En die duwt hem op Thomas' schoot. En dat kindje dat begint te lachen en te spartelen. En die had er helemaal zin in, dat kindje. Dat was best wel schattig. Ja, dat was echt wel schattig. En dat was ook echt hilarisch. Nieuwe kleding gekocht? Ja. Je hebt sokken gekocht en ik heb een legging gekocht en ik moet binnenkort nieuwe schoentjes halen. Wat is het lekkerste wat jullie tot nu toe gegeten hebben? Oh, lekkerste eten. Er zijn zoveel lekker geweest. Overal wel lekker eten. Ik vond de dimsum in Hongkong wel heel lekker. Daar hadden we lekkere dimsum. Ja. We hadden in Singapore heel lekkere kaya balletjes. Het leek een beetje op poffertjes, maar dan met...
ja, pulp van een vrucht erin. Heel lekker zoet. En we hebben een soort van poppetjes gehad en die waren gemaakt van kokos en bananen. Ja, ook heel lekker. Mm. En gewoon de oude bekende bananenpannenkoek als ontbijt. Ja, ja, die hebben we ook gewoon in alle vormen en maten gezien. Ja, echt... zoveel verschillende bananenpannenkoeken. Het is niet de bananenpannenkoek die je thuis zou maken. Soms dan krijg je zo wat lijkt op een of andere cake. Ja, en dan waren we vooral bang en we hadden een hele dikke. Ja, eigenlijk een cake was dat. Dat was meer een grote eierenkoek met banaan dan... Ja, heel bijzonder. Wat wist je totaal niet? Ik mis jou niet, want jij bent bij mij. Ik denk dat jij geen stroopwafels mist. Oeh, lekker. Mag ik drinken? Ja, lekker. Mag ik ook één? Ja. We slepen al serieus een half jaar met deze stroopwafels. Tonneke, dit is je doosje. Ik weet niet of je het kan zien, maar... Het doosje overleeft niet heel erg. Nee. Dus ik weet niet hoe lang we het gaan volhouden. Nou, dit zijn onze allereerste stroopwafels sinds Hanoi. En toen hebben ze van Maya gekregen. Onze allereerste stroopwafels in 4 maanden tijd. Yay. Ik vind het te gek dat ze het bewaard heeft. Ik denk de drukte van thuis. Hmm. Gewoon in Nederland is alles zo druk, alles moet snel, alles moet gedaan worden. En hier kunnen we nu gewoon onze eigen gang gaan wanneer wij wat willen doen, ja, of niet willen doen. Leukste overnachtingsplek tot nu toe. Kota Kia, op het strand daar, in Cambodja. Het was vooral heel leuk omdat we het s'avonds het strand in konden gaan en met plankton konden zwemmen. Ik denk dat ik dan de leukste Myanmar vind. Daarbij. Daar zat ik nog dicht op het strand, in the middle of nowhere. Het was moeilijk komen. Dus dat was wel heel leuk om daar te zijn. Wat vind je daarvan? Wat wens ik het meest? Naar de supermarkt te gaan en dat kopen. Ja. Wat je wilt halen en niet denken, nou dit komt enigszins in de buurt. En vervolgens als je het dan hebt, dan denk je, ja, dat is wel langer na niet wat we zochten. Wat is het minst leukste wat jullie tot nu toe hebben meegemaakt? Minst leuke? Al die taxichauffeurs. Je kan de bus gewoon niet uitstappen of er staan al 10 taxichauffeurs gewoon te wachten. Wil je een taxi hebben? Nou, dan wacht nog even. Ik wil mijn tas nog even pakken. Die ligt nog ergens in het ruim daar. Ja. Nee, dat kan ik me zo aan irriteren. Ja. Relaxed. Hallo. Hallo. Van die verkopers die dan... Ja, weet niet, dat touwtje willen verkopen en aansteken. Daar ben ik aan. Wie? No, thank you. Maar die luistert tenminste. Ja, top te kopen. Welke bestemming staat bovenaan de bucketlist? Ik heb een top 3, mag dat ook? Nee, bovenaan is bovenaan. Ik weet niet. Nu we gisteren gedoken hebben, denk ik van... ik zou wel heel graag naar Galapagos willen gaan. En daar ook weer duiken. Ik denk voor mij voorlopig even Galapagos. Hier bij mij op 1 staat Antarctica. We gaan er nu niet meer heen. Het lijkt me zo bijzonder om daarheen te gaan. Dan alweer de laatste vraag. Waar kijk je naar uit? Ik kijk het meest uit. Het is niet zo heel ver weg meer, maar de camperreis in Nieuw-Zeeland. Eigen keukentje, eigen bedje. Spullen kunnen laten liggen waar je wil, want dat is nu je nieuwe huis. Dus dit is ook een beetje dubbel, want bijvoorbeeld we zijn nu wel op Peru aan het plannen en Ecuador en ook Costa Rica, althans enigszins. Maar ook meteen is weer Chili rondom Paaseiland, dus het is, ja, je leeft overal wel een stukje weer naartoe. Dus ik vind het ook aan de ene kant wel lastig te zeggen van waar kijk je het meest naar uit. Omdat, ja... Alles heeft weer wat. Ja. We willen alles zien. Ja, dat is het probleem. Ja, that's it. Hij is leeg. Dat was het. Nou, bedankt voor het insturen. Ja, bedankt voor de vragen. Ik hoop dat we bevredigende antwoorden gegeven hebben. En iemand stelde wel nog de vraag van hebben jullie vragen naar ons? Subscribe op YouTube. Allemaal duimpjes. En, duimpje omhoog. Ja, en doei.